Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Boksel Natuurlijk. En het is een hele speciale aflevering, Frans. Ja. Tada! Heb ik begrepen, ja. Want A. A. De 50ste. Ja! En B. En B. Nou, B is heel leuk. Dit is een aflevering waar ik mijn wandelroute aan Frans laat zien. En ik ben dus hij is helemaal niet voorbereid. En normaal weet hij alles. En nou weet hij ook wel alles, maar niet van mijn wandelroute. Nee. Dus de concentratie is de wandelroute en wat we allemaal voor moois tegenkomen. Oh, leuk. Ik vind het helemaal spannend. En dan voor de 50ste, dat is helemaal voor de Follow me. Ja, welke kant? Die kant. Oké. Nou, we gaan hier beginnen. Dat is de start van mijn wandelpunt. Mooi pad. Het is een wandelroute. Oké. Okay. En we gaan Imergrado. Oh, wat leuk. En dan komen we, ja, en dan komen we hartstikke leuke dingen tegen. Oh, ik ben heel benieuwd, jullie. Daar hebben we de Duiventoren. Ja. Ja. En volgens mij noemen ze dit de bolle akkers, kan dat? Dat kan, ja. Hij is ook bol, dat kun je zien. Mooi, hè? Wegenbree, brandnetels horen bij elkaar. Heb Zuring, ik allemaal van jou geleerd. En een smeerwortel. Boerenwormkruid. Heel goed, boerenwormkruid. Heel goed. Ja. Kijk, het brengt wat op, joh. Die lessen van al die 50 afleveringen hebben we toch wat geleerd. Hè? Goed, hè? Dat is een beetje jammer. Het eerste stukje is langs een drukke weg. Maar dat laten we snel achter ons. Oké. Okay. Kijk, hier komen we dan in het rustige stuk al. Gelukkig wel, ja. Wel mooie knotwillen gedaan. Mooi, hè? Ja. Beetje drassig. Ik denk wel dat we hier een beetje op moeten letten. Ja, ach. Hoort erbij in Brabant. Ja. Prachtig hier, zeg. Mooi, hè? Ik vind het zo fijn hier. Wat nog mooier. Kijk, Frans. Staan we centraal, hè? Ja. Groene Woud. Het hart, hè? Ja, en het leuke is, ik ben bij het begin van het Groene Woud betrokken geweest in 2003. Toen is begonnen het Groene Woud. En de bakermat van het Groene Woud, dat begon hier met Ger Voetlaar natuurlijk als centraal figuur. Maar het bestaat nog steeds, het Groene Woud. Hè? Dus het is een prachtige natuurgebied eigenlijk van 7500 hectare. En ja, dit is dan het hart zo'n beetje. Hè? Met Kasteren en Dommeldal. Ja, dat is het kloppende hart. En dan vind ik dat leuk om toch eerst een keer tegen te komen. Ja, nu zijn we op Kasteren, hè? Ja. Nou, we gaan. Ja, het is wel jammer, we moeten even de weg oversteken. Ja, maar dan komen we zo mooi terecht. Okay. Dus even goed uitkijken. Doen we. Zoals je het geleerd hebt. Oh, links, ja, rechts, links. Oh, er komt een hele grote groep wandelaars, fietsers aan. Kom. Echt een grote. Ja, dit is echt een favoriete. Allemaal groene mensen. Favoriete fietsroute, dit, joh. Hallo! Houd je gele rakkers. Hallo! Hoi, hoi! Mooi, hè? Ja, het is fantastisch mooi dit hier. Wat is het eigenlijk? Nou ja, er hangt daar een bord op de boom waar staat dat het voor de visvereniging is de laatste kans. De laatste kans, och, ja, ik weet niet waar die naam van. Als je hier te vissen, dan is het afgelopen het leven. Ik weet het niet. Ik zag het voor het eerst toen ik hier in de herfst liep. Ja, ja. En toen was het al wat grauw en hing daar dat bord de laatste kans. Oh jee. Nou, wat dan heel mooi is, dat kun je hier wel heel mooi zien. Ja. Die waterlelies, hè, die hier zitten. En hier zit nog zelfs gele plomp tussen, want dat is een tuitje van de gele plomp. Aha, prachtig. Mooi, hè? En hier word ik helemaal blij van. Kijk. En niet op de vennen, maar wel in zo'n mooie pool. Daar ben ik helemaal blij van, de witte waterlelies. En niks te veel, hè? Nee, dat is inderdaad wel goed, hoor. Ja, want de rest is meestal helemaal vol nu, hè, tegenwoordig. Ja, zeker. Nou, we hebben nog veel meer moois, hè? Oh jee. Kijk, de tondelzwam. Oh, een tondelzwam. Heel veel. Oh, dat is wel een hele grote. Grote, hè? Ik heb er al een keer aangehangen. Ja, dat zal wel, ja. Nou, toen ik hier voor het eerst kwam, want dan wist ik niet waar ik was,
durfde ik eigenlijk hier niet doorheen. Maar dat is wel heel leuk. Dat is leuk, want dit noemen ze in Limburg een stegelke. En wat? En dat hebben wij uit Limburg overgenomen. Vroeger was alleen maar een Limburg zo'n soort draaipoortjes. En die draaipoortjes die gebruikten ze om dat je door de weilanden van de boeren mocht gaan. Oh? En deze piept net zo erg als in Limburg. Oh, wat leuk. Geweldig. Kijk, zwaluwen. Kijk, hier staan nog buxus. Dat is raar. Waar? Hier. Hier, daar. Kijk. Oh, ja. Wat betekent dat hier een huis heeft gestaan? Of een tuintje is geweest? Dat is wel grappig hier, want dat krijg je normaal heb je dat niet in een stuk grasland of in een stuk bos. Maar dit is dus buxus. En is hier een kwekerij geweest, of er heeft een huis gestaan, een kruidentuin. Oh, dat gaat daar nog door. Ja, daarom. Dat zou wel heel apart. Ja, maar daar staan ze ook nog, zie je dat? Ja, dat is allemaal. Of kwekerij of een kruidentuin geweest. Zo. Ja, ik vind een mooi trapje hier. Ja, goed hè. En dan komen we eigenlijk met die treurwilligen bij. Ja. Bij de spoorbrug, zeg maar. En spoorbrug? Van? Zo mooi. Van het Duitslijntje. Oh, het Duitslijntje. Ach, ja, natuurlijk. En dus echt, ja. En dan loopt die kant op, welke kant gaat het dan? Die kant, dan ga je naar het Groene Woud, cafeetje. Oh, in Kasteren. En ja. Leuk man. Ja. Oh, en hier is de Dommel dus. Dat is de Dommel. Oh, wat mooi. Mooi hè? Ja, dat is mooi. Ja, geweldig. Leuk hè? Ja. Leuk man. Mooi hè? En aan die kant gaan we naar? Ja, we gaan die kant uit. Dan gaan we een stukje richting Boksel. Oké. Dan komen er nog een aantal verrassingen. Oeh, je verrast me altijd. Oh, nooit zoveel verrast tijdens Boksel natuurlijk. Nou, Roel doet dat ook nooit. Oh, die spoorlijn, mooi ligt hier. Ja, je zou ze eigenlijk vrij moeten maken, hè? Dat hebben ze gedaan. Okay. Een tijd terug hebben ze alles vrijgemaakt. Maar het is gewoon heel snel weer... Begroeid. Ja, anders hadden ze een mooi treintje kunnen spelen. Ja. Ik heb laatst een Dassenburg gezien en hoop ik dat ik hem kan vinden. Ja. Ja, het is een hoge dijk, dus het zou kunnen. En dat vind ik zo gaaf. Ja. Nou, dat vind ik ook als je hem hebt gevonden. Oh, kijk. Oh. Ja, ik herken het meteen. Echt? Niet te zeggen. Nou, wat het leuke is van de Dassenburg, die is ook heel erg herkenbaar ten opzichte van bijvoorbeeld een Vossenburg. Een das die graaft altijd met een curve. Oh. En een vos doet het altijd recht achteruit zo. Wap. Dus dit is heel duidelijk een typisch een Dassenburg. En als ik kijk naar die sporen, ja, er zitten ook wel sporen op. Daar heb ik honden opgelopen hoor, dat kun je ook wel zien. Maar hier duidelijk is een Dassenspoor. En dat is een print heet dat dan. Maar die graven dus altijd in curve. Je hebt links graven en rechts graven. Nou, die heb je ook werkelijk. Een keer. Ja. Dus dat is altijd heel typerend voor dat het een das is. Ja, het is een hele hoge dijk. Dus ja, erg verstevigd. Want hier hebben treinen overheen gereden. Ja. Dus dat meest veilige home wat je kunt hebben als das. Hey, das is mijn home. Blij top, mee? Top. Ik ben er helemaal blij mee. Dat is echt heel maar mooi. Dit ziet er zo vers uit dan? Ja, maar dit is een heel verse burg. Dit is een, ja, weet je, of een ingang? Dit is een ingang. Ze hebben heel veel pijpen. Want dat is bij dassen altijd, die hebben altijd heel veel pijpen. En als het goed is en de burg blijft hier, dan gaat hij nog meer graven. Want dat doen ze altijd, dan graven ze maar door. En dan maken ze hele lange, zeg maar, burgten met allemaal weer nieuwe ingangen. Dus in feite zitten ze hier ergens onder? Hier zitten ze onder, ja. Ja. Mooi hè? Gaaf. Ja, dat is wel heel mooi. Ja, want ik zag laatst daar verderop ook nog een ingang. Wat hier verderop? Dat moet ik even zien. Onder de bush. Onder de bush. Ik heb hem net hier. Ik heb hem hier, denk ik. Ik zie hier iets. Hier. Dat is een oude, denk ik. Ja. Kijk uit, hè. Hier hebben ze ook gezeten. Kijk maar, want hier is ook eentje. Ja. Hier was er ook eentje, maar die is dicht. Ja, en hier zaten er nog. Maar hoezo dicht? Nou, die is niet meer belopen. En deze? Die is ook niet meer belopen, hè? Want je ziet, er groeit van alles in. Hè? Oh, zo. Dus dit is een oude pijp, maar dan zitten ze waarschijnlijk van hier tot helemaal daar. Dus waar die varens weer beginnen, hieronder zit al hele burcht. Deze wordt er niet meer belopen, want ze hebben nu die gekozen. Ik ben er wel een beetje trots op en er zit hier zo een mug door mijn blouse heen te prikken. Ja, dat zijn muggen. Het zijn allemaal vrouwtjes, dat weet je. Hè? Ach, hierdoor. Oh, over de spoorlijn. Ja, over de spoorlijn. Dat geen trein meer aankomt. Over de spoorlijn waar nog een zaag overheen gekomen is. Vind je zo geweldig? Oké.
Maar doe je voorzichtig? Geen treintje hier. Lukt het? Ja hoor, dat lukt. Prima. Ik vind het zo'n mooi stukje. wat valkuilen gegraven. Ja. Oh, we gaan een spannend bos in. Oh, kijk eens, een donderzwam. Prachtig. Ja. Oh, hier zit wat lekker te praten. Gaaf, hè? Dit is mooi, hoor. Dit is heel mooi. Dit is echt nog natuur, hè? Hier moet je nog doorheen worstelen. Nou ja, worstelen. Ja, ik hou wel van dit soort paadjes. Oh. Kijk. En wat is dit? Dat weet ik niet. Een arm. Ik denk het. Een arm van de dommel. Ja, ik denk het. Maar het is hier wel dicht aan het groeien door die waterleden. Ja, dat zie en je die wel, kleur hè? Van het water. Gul. En die gele plomp, ja. Ja, maar hier zaten maar kijk, zo'n mooi kwel. Dat is natuurlijk fantastisch, hè? Ja, en vorige keer zaten er heel veel... Was kwel? Kwel, dat is wat je nou ziet hier. Zie je een, olieachtig? Ja, lijkt een beetje olieachtig. Maar dat is eigenlijk ijzerdeeltjes die door het water uit de ondergrond worden mee naar boven genomen. Ja. Dan komen ze in contact met zeg maar de lucht en dan slaan ze eerst blauw uit. Oh. En als die langer blijft liggen, dan krijgt het een mooie bruine kleur. Je kunt in feite zeggen, dan roest het. Hè? Dan roest dat ijzer, omdat lucht en water die geven dan die roestige kleur. Maar dat is geen olie, absoluut niet. Dat is prachtige kwel. En kwel is heel belangrijk voor dit soort zeg maar armen. Want dit is denk ik een oude dommelarm. Zo te zien. Want daar zit een bocht in, zie je dat? Ja. Dus hij is waarschijnlijk ooit dommelarm geweest. Oh, willen de planten niet vertrappen, moeten echt hier overheen stappen, hè? Oh, kijk, zie je mooi al bijtjes. Het is hier wel inderdaad heel dicht begroeid. Jolien? Ja, hè? Mooi, hè? Heerlijk. Oh, een bruggetje. Ja, en? Met gaten. En een stegeltje. Oeh. Zo. Moet je. Kijk. Gatenkaart. Vlaams landschap. Nou, dan komen we bij het toetje. Het toetje. Een krakend piepen. De dommel. Oh ja, tadaa. De dommel. Ja, nou noemen ze het in Liemt, het visgat. Kan het visgat. Ik vind dit zo leuk. Ja, dat is wel mooi. Dit is echt wel mooi. Leuk, hè? En daar is, daarboven zie je dan inderdaad de A2. De A2, ja. Je kunt hier helemaal omheen, dan kun je weer een andere kant uit. Ik zie wel dat de mensen ook aan het hobbyen zijn geweest, want aan de overkant liggen rode waterlelies. Oh. Dat is geen Nederlandse plant, maar die, oei. Maar dat geeft niet, want dat hoort hier wel een beetje thuis. Ik denk dat dit een soort zandvang is. Oh, ja. Kijk wat leuk is. Schrijverkjes van Guido Gezelle. Heel veel. Ja. Kijk eens hoeveel. Ja. Oh, wat mooi. Dat is nou heel mooi. Want die zijn vooral te vinden op heel zuiver water. Nou, een goed teken dus, dan. Ja, dat is een heel goed teken. Vooral te vinden op zeel. Ja, van die schaatsenrijders heb je. Ja. Maar dat zijn wansen en dit zijn kevertjes. En Guido Gezelle heeft dat dan de naam schrijverkjes gegeven en dat hebben we dus maar gehouden. Ah, mooi. Maar er zijn er best veel, moet je kijken. Leuk. Frans, we sluiten hem hierbij af. Ja, geweldig Jolien. Dit is echt, ik ben hier nog nooit geweest. Het is echt fantastisch mooi bij mijn de 50ste jubileumuitzending, kun je wel zeggen, dat ik heb geleid. Ik ben echt helemaal verrast. En jij zei, dit is het sluitstuk. Ja, dit is als je een concert zou geven, is het inderdaad het sluitstuk. Mooi, hè? Ja, het is geweldig. Dankjewel. Nou, jij ook bedankt. En jullie bedankt voor het kijken. En natuurlijk tot een volgende keer. Hier is een Dassenburg!